De kortgedingrechter heeft vandaag de staking van de Bond van Leraren, de BVL, onrechtmatig verklaard. Dat betekent dat leraren vanaf morgen de lessen moeten verzorgen. Indien de bond het vonnis niet uitvoert, wordt zij voor elk uur een dwangsom van SRD 10.000 opgelegd. De bondsvoorzitter Reshma Mangrey buigt zich voor de uitspraak van de rechter, maar geeft aan in hoger beroep te zullen gaan. Uit deze plaats roep ik dan ook de leraren op om morgen naar school te gaan, dat de schooldeuren open gaan. Maar de rechter heeft het gebaseerd dat het geen voortvloeisel is uit cao's. En hij is natuurlijk een andere mening toegedaan. Wij buigen voor het feit dat de rechter dat besluit heeft genomen, maar dat houdt niet in dat we het eens zijn met het besluit van de rechter. En daartegen gaan wij protest aantekenen en dan zullen we een hoger beroep aanspannen. Zich niet terugvinden in deze benadering. Elke keer wanneer de leerkrachten opkomen voor hun belangen, wordt gezegd dat zij rekening moeten houden met het maatschappelijk belang. Zij voert verder aan dat de leerkrachten hierdoor gedemotiveerd raken. Zij vindt dat er anders gekeken moet worden naar de situatie. Het is al in de lijn der verwachtingen dat wanneer je een staking aankondigt, dat het zonder meer is dat ook de minister de ruimte heeft om de bond voor het gerecht te slepen. En dat is niet de eerste keer, maar ik vraag me af dat omdat er elke keer een derde partij is die slachtoffer wordt, dat onrecht mag blijven zegevieren. Daar gaat het bij ons om. Dat je op den duur, soms vraag ik me gemoeden af of het stakingsrecht niet maar moet worden geschrapt van ons wetboek. Want het moment dat je dan in actie gaat, is er dan een rechtszaak tegen je. En we begrijpen ook dat er een derde onafhankelijk is. En we willen niet dat die ook de dupe van wordt. Maar we moeten gaan nadenken hoe we met dit gegeven zullen omgaan. En in het vervolg misschien dingen of dat onrecht wij moeten accepteren. En op welke manier we daarop antwoord zullen moeten geven in het vervolg. Een van de redenen waarom de bond acties voerde, had te maken met het mutatiebeleid van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De bond vond dat zij niet gekend was in deze.